It's number one. Hallo allemaal, welkom in Oberhausen. Dit was vroeger de grootste stratenkermis van Duitsland, maar helaas door heel veel bouwwerk is het wat minder geworden. Maar toch blijft hij een hele goede kermis ieder jaar. Ze gaan even een rondje lopen. En je dürft ieder een Glücksrad trekken. Dat is nog umsonst dabei beim Kauf van 2. Geen Smashing Jumper, maar wel een populaire machine hier in Duitsland. Hij draait toch best grote kermissen mee en zit daar toch vol. Hierachter was vroeger nog een grote parkeerplaats, er was nog heel veel kermis. En tegenwoordig zijn hier nog maar 2 vermaakzaken. Of soms alleen het reuzenrad. Daar waar die groene huizen staan, was vroeger ook nog kermisterrein. Maar dat is dus vervallen door de huizen. De skydance van Nuleke. Dit is een oude Van der Beek toren. En dit is de allereerste die ooit gebouwd is door Van der Beek. Dat zie je aan de kabel die aan de buitenkant van de toren loopt. En niet aan de binnenkant. De andere torens die lopen aan de binnenkant. En er is verder ook gewoon een 24-zitter. De andere twee zijn 32-zitters. Waarschijnlijk is dat gedaan voor de patentrechten van Funtime te ontlopen. Maar om te zeggen dat het nou de mooiste toren is, nee. De vermoedschap vind ik mooier. De naam omdat hier bovenop gewoon helemaal niks zit. Dit zie je heel veel in Duitsland. Hier kan je eten en drinken. Er wordt altijd heel goed aangekleed, zoals hier met een grote pop. Een soort hert. Het loopt helemaal door naar achteren. Heel groot terras is het geworden. Dit is nou een geinige zaak. Dit is een soort kinderhulligulli voor de allerkleinste. Leuk gemaakt zo. Met achterwandje, alles erop en eraan. Heel net onderhouden ding. We reizen van dit soort attracties 3 door Duitsland heen. Geen Duitse kermis die geen muziekexpress heeft. Deze dingen zijn in Duitsland heel erg populair. Dit is tevens ook een van de mooiere muziekexpressen in Duitsland, vind ik. Is hij net zo slecht als de XXL zelf, want ook hij draait 2 keer omhoog, gaat de wagen door je nog een keer, laat hem dus daarmee zakken en daarna gaat hij weer omhoog zoals nu. Beetje jammer. Naar mijn idee moet je gewoon op 120 blijven draaien. Speelgoed kopen. Ook allerlei geweren. Dat moet je in Nederland doen. Word je meteen wel gepakt. Hier kan dat gewoon. Hey, wat is wel beste shakes. De shake van Shaver. Je hebt altijd een goede show en altijd lange ritten. Bovendien draait hij lekker door. Shake staat gewoon met zijn rug tegen de breakdance aan hier. Mooi hoor. Dit soort kanonnen van loterijen zie je in Duitsland heel veel en zijn ontzettend populair. Het grootste verschil is met Nederland, dat hier wel gewonnen wordt en in Nederland niet. De grote 2-etage carousel, hier hebben wij in Nederland ook reizen. Er staat hier als groot gemaakt. Vorig jaar stond hier de X-Factor. Nog een keer de Phoenix gestaan, Intox. En dit keer staat hier gewoon helemaal niks. Dit jaar geen Bellevue, maar Rue de Paris. Die om en om de gondels hebben hangen hier. In Geldern hebben we hem toen ook gezien. Daar waren die gondels allemaal gelijk, daar waren ze allemaal rond. En nu heeft hij dus een gesloten gondel en een open gondel gedaan. Dat is voor het slechte weer. Met slecht weer kunnen de mensen dan in die gesloten gondels gaan zitten. En met mooi weer, zoals nu, kunnen ze in de open gondels gaan zitten. Apart rad zo.
En hier zien we dat hij de andere gondels ook nog gewoon bij zich heeft. Maar die heeft hij er niet aan gehangen. Waarschijnlijk een extra transport meegenomen, alleen voor die dichte gondels. 4 euro voor een rondje reuzenrad. Nou, dan maken we even een duikvlucht over Sterkrade heen. De Salto Mortale. Naar de hoek. En hieronder zie je de rupsbaan, autoscooter. En uiteindelijk zitten we natuurlijk in het reuzenrad. Het spookhuis van Schietze. Hier is de aandrijving met hydrauliek. En hiermee geeft de reuzenrad gas. Dit is nog een erfenis van Duisburg. Een nooduitgang. Dat is tegenwoordig in Duitsland overal nodig. De keizerbaan, die exact hetzelfde is als de keizersloes qua rit. Er zitten wel verschillende spoken in, maar hoe je rijdt is exact hetzelfde. Een mooie antieke molen. Uit 1926 is deze rustbaan. Het is een beetje een eentonige rit. We zweven de hele tijd. We moeten eigenlijk op het punt van vliegende kracht komen. Wat gaat hij nou doen? Hij gaat hem afremmen en daar komt hij. Dit is breakdancing. Come on. Alles oké bij ons? Alles in allemaal? Dat is veel beter dan wat hij net deed. Net gaf hij alleen maar vol gas. Dan krijg je de hele tijd dezelfde ronde. Nou, daar gaan we nog een keer. Adios jongens. Maar ook aan ons, hè. Een beetje meer begeistering wäre gar nicht schlecht. Nou, we gaan nog even verder genieten van mijn rondje. Want er is hier nog veel meer op de kermis. Dat zou je niet veel tijd aan besteden. Hoi. Nou, dit is Wildwasser 2. Aufmanten Spuren. En dit is een SDC wildwaterbaan die vergelijkbaar is met bijvoorbeeld Poseidon. Het parcours loopt hetzelfde, alleen de eerste val is bij deze achteruit. Ander verschil is dat dus de Poseidon een Rebensonbaantje is en deze is SDC. Het hele vervaarte stamt uit 1992, toen maakte hij zijn première op Duren. Mooi wildwaterbaantje, mooi thema. En het eerste valletje maak je dus achteruit. En dan word je hierin gereden en deze pas trek je vooruit. Daar gaat de hele trick. En zo gaat dat de hele dag door. Mooi systeem. Eén schiettent is voor Oberhausen niet voldoende. Ze plaatsen hier gewoon twee naast elkaar. En dan maken ze één grote schiettent van. Dat doen ze hier meer met goktenten. Dan hebben ze twee goktenten staan en dan maken ze eentje van op grote kermissen. Dat doen ze bijvoorbeeld ook met de Wilde Muis. Die staat bijvoorbeeld van München, staat in München dubbel. En ze hebben al meerdere attracties waar ze dubbele attracties van kunnen maken als het moet. Ze zijn de Duitsers ook verzot op. Allerlei planten bij elkaar houden. In Nederland kennen we dat ook wel, maar hier staat echt elke kermis heen. 18, 17, hoeveel betreft? De ganze hoes, hè? Maar we altijd fijn.
Voor deze kermis sluiten ze zelf de trambaan af. De Mondial Jet Force, Salto Mortale. Coaster in Disney, maar we gaan het meemaken. We gaan los, de Spinning Racer. Ze bouwen een zonnebaantje waar we vol naar beneden gaan. En wel nu, haha. Lekker hoor. Vrij simpel baantje. En dan gaan we los, want dan gaat hij draaien. Daar komt hij. En daarom heet hij dus ook Spinning Racer. Hoppa. Allee. Heerlijk baantje, dan gaan we een stukje vooruit doen. Gaan we bij de mensen op deze helix. Gaan we naar boven bij de laatste bocht. En dan komt die achteruit. Heerlijk. Schitterend baantje te doen altijd. Spinning Racer op de Duitse kermissen van Brugge. Must do. Vervolgens zullen hier twee zweefmolens, een podiumzweef en een werfvloed. Maar door de verkleiding is de werfvloed overgebleven. Het mooie aan dit soort molens is dat ze de kassen gewoon nog in het midden hebben. Dan kun je gewoon nog kaartjes halen. Dit is de mooiste Hus Magic die je kent en ook de snelste. Maar deze machine is echt helemaal perfect. Heel goed afgewerkt, goed in de lak. En daarbij gaat hij ook nog ramsnel. Schitterende molen om te doen altijd. Circus, circus van Broek. Kaiser Sloes, de tweede spookhuis van deze kermis. Eigenlijk hetzelfde als die andere, die Kroos en Geisterbaan. Ook dezelfde eigenaar. Alleen zit hier iets andere spoken in. Dit soort zaken zie je vaker in Duitsland. Oude zaken die nog meedraaien op de grote kermissen. Dit is een klassieke looping the loop waarbij je moet schommelen en zo rondschommelt. Het Alpenhotel. Duitslands grootste funhuis durf ik wel met zekerheid te stellen. Het is ook een heel mooi funhuis. 4 etage vol spas. Maar dan ook echt 4 etage, want dat ding is groot van binnen. Nou, daar gaan we dan. Dat stapteentje met water. Ik ga hier je nek opbreken, want het is lekker glad. Ja, dit moet ik hier een beetje uitleggen. Hier loop je overheen en dan veer je een klein beetje. Ja, dan kan je hier doorheen. Ja, in één keer afgevallen. Maar er komt wat. Hij is bang voor me. We hebben een rollenband en dan krijg je een stukje glas irrigaten. Van de derde etage. Dat is wel leuk. Ach, zo simpel kan het leven zijn. Boem. Dan krijgen we wat touwtjes. Helemaal.
in de touwen. Dan krijgen we een grappenmaker. Ja hoor, daar komt hij. Ah! Wat een duwtje die. Helaas is er geen glijbaan naar beneden. Dan moet je met de trap naar beneden. Dat is dan wel een gemis. Langs de sensor. Dan is het... Oh! Dieter de barman, die gaat me 3 bier geven. Toch Dieter? Samen. Wil je ook bier, jawel! Wanneer gaat het zingen als? Ik durf wel hard op te zeggen dat dit de mooiste Monster 3 is van heel Duitsland en omstreken. Dit is echt een prachtige polyp. De Octopussy van Mark Mann. Niet alleen is het de mooiste polyp van Duitsland, ze geven ook altijd hele goede shows en ritten weg. Helaas niet zo hard zoals vroeger die kraken ging, maar ook deze kan best behoorlijk tempo draaien als het moet. En de tweede scooter voor Oberhausen, ga je met de oude scooter. Schönen guten Abend, Oberhausen. Lass uns mal Spaß haben, ne? Hier haben wir das für die Schaukel. Ja, ja. Haben wir hier für die Gondel. Haben wir ein Automatikprogramm, was wir gar nicht verwenden. Ja. Das ist Licht. Ja. Hier auch nochmal Licht. Das ist nur hier für unser kleines, für unser Display. Okay. Hier haben wir dann die Steuerung ein. Ja, und da ist hier auch noch Licht. Wir haben halt nicht so. Wir kommen dann gar nicht. Mehr haben wir eigentlich gar nicht. Okay. En dat is de Jingle Box, hè? Jingle Box. Ja, de Bügel zit daar op. En Strobo. En Scheinwerfer. Oké. Okay. Dat is het. Nou, dan gaan we in de originele Hus Frisbee. Die al aangedreven wordt door wielen. Dat zie je hier beneden. Hier, daar zitten de wielen. En hij rijdt als een paar over de wielen heen. En daar is Pompei. Dit is als Frisbee zie je ook vaker nog in pretpark. Yeah.
Het grote verschil met de conga is dat deze veel harder kan draaien. Dat gaan we ook maar eens doen. Lass uns mal beginnen, Ladies and Gentlemen, aufgepasst, der Geschmack ist wieder ein bisschen gehausen. Das kommt lecker auf den Erd, auf den höchsten Punkt. Und dann kann die Gas geben. Da machen wir die Spannung am Abend natürlich. Und das Draaien, da bedoelen wir das vor. We gaan niet dat ze deze frisbee ook plaatsen of dat ze de conga plaatsen. In elk geval dat ze twee schommels plaatsen. Lijkt mij een beetje overkill. Naar mijn idee had je beter een andere attractie kunnen plaatsen en dan met deze wisselen. Hier zijn die schommels aan boord. Zijn maar ja, hij staat er. En dit maakt de frisbee zo goed, hè? Wat een snelheid. Heerlijk. Hoppa. Echte G-krachten. Je wordt de hele stoel gedrukt en naar beneden. Heerlijk. Dit is frisbee, baby. Hoppa, daar gaan we nog een keer. Lekker. Frisbee, baby. Zo behouden ze niet meer de grootste stratenkermisjes van Duitsland. Het blijft nog wel een hele goede kermis. Er staan een goed aantal attracties. Het enige minpunt waren de twee schommels. Niet dat beide schommels daar wat aan konden doen. Maar qua keuze had ik voor de parkmeester toch wat anders geplaatst. Dat de reis nog zat andere dingen rond. Maar we hebben ons hier prima vermaakt. En volgend jaar zijn we zeker hier weer van de partij. Tot dan.